Nederland ondersteunt Suriname op diverse gebieden die te maken hebben met justitie en veiligheid. Beide landen werken sinds vorig jaar samen in het Makandra-project. Dit betreft een programma waarbij er kennisuitwisseling geschiedt tussen de Surinaamse en Nederlandse justitiële inrichtingen. In dit kader vindt momenteel de training basisrecherchevaardigheden plaats. De Nederlandse delegatie onder leiding van premier Mark Rutte is op dinsdag 13 september 2022 aanwezig geweest bij de praktijkoefening. Om over de samenwerking te praten, u weet het, de president heeft daar net ook aangegeven dat zeker 10 jaar zaken stil lagen en dat we de samenwerking met Nederland weer moesten oppakken op verschillende gebieden. Ondersteuning van het ministerie natuurlijk. Maar ook daarnaast de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, dus de zittende magistratuur. Op al deze gebieden hebben we dus samenwerking met Nederland. Ook afdelingen bij het ministerie, onder andere de forensische zorg, directoraat forensische zorg. Gevangeniswezen, bureau familierechtelijke zaken zijn afdelingen. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot mensenrechtenbeleid hebben we ook ondersteuning, corruptie, verkeershandhaving, wetgeving. Hebben we een samenwerking met Nederland. De samenwerking vloeit voort uit het, de Makandra-projecten. Ja, inderdaad, het is in oprichting. De huidige stand van zaken is dat er een commissie is benoemd die werkt aan de wetgeving daarvan. Maar laat me dat ook vandaag aangeven, dat we een goedgekeurd mensenrechtenplan hebben dat gefinancierd wordt door de Organisatie van Amerikaanse Staten, waarbij ze ons gaan assisteren om het Nationaal Mensenrechtenbeleid van Suriname te schrijven. En onderdeel daarvan is ook het trainen van de regeringsautoriteiten, het parlement, civil society, universiteit, zijn allemaal stakeholders die getraind zullen worden door de OAS. Concreet zijn er wel afspraken gemaakt ten aanzien van het Nationaal Mensenrechten Instituut. De personen die geselecteerd zullen worden om daar te werken, ze hebben nu al een stageaanbod aangeboden gekregen van het Nederlandse instituut. Dat gaat over mensenrechten. Het Makandra-project, kijk, het Makandra-project is eigenlijk een samenwerking tussen de Nederlandse politie en het KPS. Het is, als ik het goed heb, het vierde project. Ja, ja. Het is het vierde project. En kijk, vandaag zijn ze bezig met recherchevaardigheden. En daarvan is forensische opsporing een onderdeel daarvan. KPS, een bijdrage van KPS is de trainers die komen uit Nederland. En ze trainen de Surinaamse collega's. En daarna, als ze teruggaan, dan moeten deze trainers eigenlijk... het is een soort train-de-trainer cursus, zo moet het genoemd worden. En kijk, we zijn heel content met deze trainingen, want je moet weten... die trainingen zijn van eminent belang voor ons. En als u als expert... althans die nodige expertise heeft en u bereid bent het over te dragen, dan moeten we het met open armen ontvangen. Ja, ja we zijn direct op het project gegaan, maar het is belangrijk om aan te geven dat u dit in een groter plaatje moet zien. Het is om veiligheid in de ruimste zin te verbeteren. En het is niet alleen bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij het Hof, maar ook bij forensische zorg, zoals de minister zei, is een reclasseringsproject ook gestart. Ook uit het Makandra-fonds. En dat betekent, wat we willen hebben is dat we veiligheid willen realiseren, maar het moet ons ook goedkoper kosten. Omdat als je ook onnodig mensen opsluit, ja onnodig, maar onnodig lang, je kan met alternatieve afdoening dat ook aanpakken. We zijn nog op meerdere sporen bezig. We willen ook kijken of we uit de fondsen ook nog andere opleidingen kunnen doen. Het is om capaciteit te versterken en te verduurzamen, zodat jouw organisatie in staat is om slagvaardig en efficiënt en effectief te kunnen werken, om klaarheid te brengen. Maar ook binnen het geheel structuur veiligheidsketen moet je het geheel in place hebben om effectiever te kunnen doen.
Het zijn een aantal projecten gaande. Uit andere projecten zijn er ook andere trainingen gaande. Maar bij de politie zijn er nu vier academies. Bij de politieacademie vier projecten gaande. Bij forensische zorg is er reclassering gaande. Bij het OM zijn er ook vier projecten ingediend, waarvan al verkenningsmissies zijn gekomen. Bij ICT zal er ook een verkenningsmissie komen. Zo hebben we een aantal projecten van government to government. En niet alleen justitie is betrokken, maar ook zijn andere ministeries betrokken. Maar je moet dit zien in een groter plaatje van veiligheid realiseren. En het gaat niet in één keer, het gaat stap voor stap, stap voor stap. En als je het institutionaliseert en versterkt en duurzaam zet, waarborg in de organisatie, zal je veiligheid op een langere duur lang kunnen handhaven. Minister, wat is het volgende traject nu? Het volgende traject dat we hebben in dit... Die dingen zijn ongoing, hè? Maar we zijn nu bezig aan het vierde project. Maar daarnaast willen we de samenwerking ook uitbreiden. Daartoe biedt het programma de mogelijkheden. En zaken die echt lang zijn blijven liggen, ik ga niet zeggen verwaarloosd zijn, maar zaken die echt lang zijn blijven liggen, maar waarvan dat de politie nodig heeft, dat we die zaken wel zeker wel gaan aanpakken.